Op zondag 11 maart ging het nieuwe fietsseizoen voor wielertoeristen van start in Groot-Kruijbeke. Dit gebeurde door middel van een fietswijding aan de kerk van Ruppelmonde. Alle fietsclubs uit Kruijbeke en omgeving waren present. De plaatselijke club Black Riders organiseerde een korte begeleide rit in en rond Kruijbeke. De opening van het fietsseizoen werd afgesloten in zaal Het Gildenhuis te Ruppelmonde. Zo kregen de fietsliefhebbers uit de regio de kans om elkaar en de clubs beter te leren kennen. Ongetwijfeld wordt dit de start van een mooie traditie in Kruijbeke. Vandaag hebben we de start van het wielerseizoen voor de wielertoeristen. Dat is algemeen. Dat is eigenlijk over heel Vlaanderen zo. Dus we hebben voor de gelegenheid een aantal andere ploegen uitgenodigd voor onze fietswijding. De Blue Boys die zijn nog op komst. De Red Girls die zijn hier al. Er is ook een afdeling van Barcelen, ook een nieuwe club van Basel. En alleen we zullen toch met om en bij de 100 mensen zijn om hier de tweede fietswijding in Ruppelmonde mee te maken. Hij lacht. Hij lacht er niet op, hè? En die lacht er maar in. Je borst er nog voor. Amai, amai, amai. Nee. We zijn van Basel, ja. Ik weet juist niet wat maat dat terug. Terugwandelen naar het eerste bijste. Ja, dat is allemaal zo, wat dat duurt nog een uur. We hebben een paar man die aan West en B-wegen zijn in Overland vorige week. Ja. De winterbeesten, en die hebben goed weer besteld voor ons. Ja, wel. Goed, schitterend. Je staat bij de Mercator. Hè. Succes! Ja, dank je wel. Ja. Zegen deze mensen hier ontspanning en vreugde vinden op de fiets. Laat de weg en het materiaal veilig zijn. Laat uw zegen op hen rusten. Schenk hun kracht en lenigheid en speelse vreugde. Dat was het. 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 Dat was het.